ga zo even naar die tribune. Dat ga ik proberen om er bovenin te komen. Want de tweede vrije training die gaat zo meteen beginnen. Prachtig blik hier al. Zo, het is bocht 1. Eigenlijk ook, dit, ja, dat hoor je niet zo vaak, maar dit is ook gewoon een arena hoor. Dit lijkt wel een beetje op Mexico, vind ik. Echt wel een mooi gezicht. Ik hoorde u net van Bianca en Johan dat we dus zaterdag mogen we thuis blijven. In mijn vieze plakkerige hotel. Nee! Dinsdag. Morgen is er geen kwalificatie, is al afgeblazen. Geen derde vrije training, afgeblazen. Als ze ook zondagochtend niet kunnen kwalificeren door het weer, dan is deze vrije training die bepaalt de startopstelling. Dus ja, dan hebben we waarschijnlijk toch nog een hele leuke vrije training nu. De vrije training is klaar. Sterker nog, dit waren alle vrije trainingen van dit hele weekend in Japan. Want er komt geen derde vanwege Hagibis, de tyfoon. Dus, morgen, zaterdag, gebeurt er helemaal niks op dit circuit. Geen derde vrije training, geen kwalificatie. Dus, dat wordt zaterdag, de hele zaterdag, me vervelen in dat enge hotel waar ik in zit. En zondag is dus de kwalificatie om 10 uur 's ochtends al, Japanse tijd. Dat is 3 uur 's ochtends Hollandse tijd, 's nachts. En dan om 10 over 2 onze tijd, dus 10 over 7 jullie tijd, begint de race. En ik heb gelezen dat zelfs als de kwalificatie op zondagochtend niet door zou kunnen gaan door het weer, dat dan deze vrije training, de uitslag daarvan, bepalend is voor de startopstelling. Bottas 1, Hamilton 2, Max 3. Zoals Max het zegt, we gaan het zien.